De blauwe fontein die in de noordoostelijke Noorderplantsoenvijver staat, wordt onderhanden genomen. Het monument, gemaakt door Bas Luchthart, was al langere tijd vies en verroest. De werknemers van Vechter Waterbouw maakten afgelopen middag een stalen constructie waarop ze het sculptuur uit het water konden takelen. Volgens hen gaat de renovatie door de gemeente hooguit een week duren en dan zal het kunstwerk weer op zijn oude vertrouwde plek terug zijn.